Welkom, een boerderijmuseum van het programma Weet Ie Wat Het Is. Vorige keer over laten zien via app Oeve en de uitslagen die ik gekregen heb, waren niet goed. Dus app zal u vertellen wat het wel was. Ja, dat is een. Het is geen bloemenbak, het is ook geen kezenvorm en het is ook geen afwasteilding, maar het is een opromvat. Het was zo vroeger, dus toen de melk nog niet naar de zuivelfabriek ging, dan gingen de boeren, dus die grotere boeren, die hadden zo'n opromvat, een aantal van die dingen, die zetten ze in de kelder, dan zetten ze de melk erin en als dat een dag gestaan had, dan was die melk opgeroomd. En dan scheppen ze de room eraf en die room die gingen ze verkarren en die andere melk, nou, die werden aan de varkens of aan de kalven gevoerd. Het is namelijk zo, het vet in de melk, dat komt een heel kleine deeltjes naar voren toe. En dat oproomen, dan gaat die deeltjes naar elkaar dus toe. En die gaat dan, omdat ze lichter bent, gaat ze naar boven en dan is de room. En die kun je dan gaan verkarren. Ja. Aan de binnenkant waren ze altijd lichtblauw. En de buitenkant was altijd donkerblauw. Dat waren de geëigende kleuren voor die dingen. Maar ze bent er ook wel eens van keuper. Maar dat mocht helemaal niet meer. Want dan kreeg je aan de melk een besmetting van keuper en heeft de botter een hele slechte smaak. Dus het is gauw afgestapt en toen gingen ze dus naar dit soort dingen toe. En was dat goede botter? Jazeker, was hele goede botter. En dan gingen ze met de botter naar de markt toe. En ja, het was natuurlijk zo, die dingen die moesten allemaal weer schoongemaakt worden. En ze hadden natuurlijk heel wat van die dingen in de kelder staan. Dat was een gans volle werk was dat. En ze waren natuurlijk erg blij toen de fabrieken kwamen dat die de melk ophaalden en dat ze dus van dat spul af waren. Want dat was vooral voor de vrouw was dat enorm veel werk. Die room die ging je dan verkannen. En dan de eenvoudigste kannen die er is, dat is gewoon een kannenstaf. En dat besteedt uit een rond hult met wat gaten erin. En dan dit deksel, dat komt op de bussen. En dan ga je dus een half uur, stel je zo de kan. Een half uur duurde het ongeveer. En dan was de botter groot, noemen ze dat. Ja. Maar aan die botter, als die kan had, die moest nog gewassen worden. En ze zei, ja, hoe kun je botter wassen? Maar de bedoeling was dat de kannenmelk die in de botter zit, dan moest je met water moest je dat eruit halen. En dan een paar keer zo kneed hij dat. En dan op die manier ging dat zo. Maar dat kost ongeveer een half uur dat die mee bezig waren. Dus open neer. Ja, en dat is ook een hele karwei. Grotere boeren, die hadden bijvoorbeeld een kanne. Een botterkanne van Miele. En het is namelijk zo, dat in de oorlog, daar mocht je niet karren. Want die melk die moest allemaal naar de fabriek toe. En er moest boter van gemaakt worden. En dan, want de Duitsers die hadden al over de voedselvoorziening. Maar dat was meestal voor hunzelf. Maar in de oorlog, toen mocht het niet karren. En we hadden thuis precies dezelfde. En er kwam hier een zegel aan. Dus die kannen werd verzegeld. Toen zeggen onze smid, maar weet je wat? We halen dit bulletje eruit. En we steken er een asje aan. En we maken hier een grote poelie op. Ja. Die wielen zaten vast en we konden mooi karren met de elektromotor. We hoefden zelf niet te rijden nog. Eb, je bent in Oldebroek geboren. Ja. Ik denk dat je, als ik zo weer, toch echt nog wel naar school geweest, of niet? Jazeker, wat dacht je dan ook? Ja, dat was in de oorlogstijd. En ja, ik ben dus in 30 geboren en in 40 met die uitbreking van de oorlog. Ja, dat zat ook op school. En ik weet nog wel dat ja, in de vierde of de vijfde klasse, toen moesten we Duits leren. Ja, dat vonden de Duitsers wel een hele goede zaak, dat de kinderen allemaal Duits kregen. Nou, het tellen ging nog eens een beetje ein, zwei, drei. Maar dan verder voor de rest, och, dan maken we ons niet zo druk erover. Nee, dat ging wel goed. Nou ja, en dan tussen de schooltijd, dan had je ook een spulkwartier. Nou, dat doen we op schoolplein, doen we pie, of wagen, noem je dat. En dan loop je allemaal met elkaar, zo de armen met elkaar rennen en dat soort dingen. En bokspringen. Ja. En dan in de laatste klasse, dat weet ik nog wel, meester Van Beek, die had een fiole. En dan bij de fiole, dan moest je zingen. Nou, dat ging ook wel raken mooi.
Maar ja, toen kwam die oorlog van 1944. Toen werden scholen vorderd. Nou ja, toen ook vrij van scholen. En ik weet ook nog wel, vroeger had je schoolbanken. En dan in de schoolbank had zo'n mooie rond putty. Ja. En er zat inkt in. Ja. En dan voor ons zat een meisje met van die mooie lange vlechten. En dan het onderstuk van die vlechten zo even met het inkput in doen. Nou, dat wordt nog niet in dank overnemen. Je hebt vandaag weer een nieuw onderwerp. Ja, hier hebben we een heel oud gebruiksapparaat. En dat werd in vroegere dagen werd het wel gebruikt in verschillende huishoudens. Ja, er zit nog zo'n draaigeval aan. Je kunt het op de kachel zetten. En het kan dus wezen een deegmenger. Of als je appelmoes wilt maken, dat zou ook al kunnen, een appelmoes maken. En het kan ook wel wezen een soort ketel om het water in het hete te maken. Of het is een koffiebrander. Een van die vier moet het wezen. Ik vind het wel een gek ding, ja. Ik vind het een gek ding? Oh nee, dat valt nog mee. Zie, het is een mooi klepje dus. En dan kun je zo door alles doen. En dan kun je dat rondrijden. En dan wordt alles goed gemengd en zo. Nee, het is een heel mooi apparaat. Nou ja. Het werd vroeger wel gebruikt. Weet je wat het is? Nou, je kunt bericht sturen naar het Boerderijmuseum. Dat komt onder in beeld. Maar dit was het weer. En dan moet men een klappende kop geven. En vandaag geen pinnen.